And so, within a few minutes, we will close the hole we make the city Krijenist. And we will do so by giving the word now to Margaret first and then to Brigitte, please. Thank you, everyone. First, thank my God who made it possible for this program. I'm really happy because from the beginning it was really hard for us, but God has helped us through this time. And what I want to say is, everybody living in Krijenist here is part of this program. It's not for Ghana people alone, it's not for Nigerian people alone, and it's not for Surinamese alone. It's for all of us. So what I want to say is, we really need everybody's hands and support to make Krijenist a better place. Krijenist is an area that we are living. It's our home, it's everything to us. So, everyone living in this area has to help us so that we can get a better place to live. That is just what I want to say to everyone. Everybody is very, very welcome to join us to make Krijenist a better place. Thank you all. So, I'm gonna do it in Nederlands, so you people understand Nederlands. Ik bedank jullie allemaal, in het bijzonder de mensen die aanwezig zijn. We made the city hard for the Kabur. Ze zijn niet zomaar opgericht. Het is te merken bij hart van de Kabur wat ze allemaal hebben kunnen presteren in één korte tijd. En met week van de Krijenist een bijzondere applaus voor hart voor de Kabur dat ze dat hebben kunnen realiseren. Kijk naar de Belmer van nu. Kijk naar Krijenist van nu. Zijn niet gevlucht. We hebben alles meegemaakt. En vandaag aan de dag staan wij in bloei. Hart voor de Kabur. Natuurlijk een goede organisatie. Natuurlijk om de buurt te richten en te stichten. En natuurlijk ook voor de veiligheid. Vandaag aan de dag zijn er wat problemen. Maar samen kunnen wij dat oplossen. Uit het metrostation, dan zie je een bord van de politie terecht. Wees voorzichtig met inbrekers. De reden waarom? Er wordt ingebroken. Er wordt gestolen. Er vindt wat plaats. Maar wij van Krijenist in het bijzonder, we moeten beter op elkaar gaan letten. Laten we elkaar groeten. We hoeven geen vrienden te zijn. Maar als ik weet dat jij in de flat woont en er is wat verkeerd, ik zie iets verdacht, mag ik jou roepen en tegen jou zeggen van, ik heb twee gasten gezien die niet in de flat wonen, maar ze hangen rond. Wees voorzichtig. Jij hebt een goede relatie met je buurvrouw. Wat moet je dan doen? Je buurvrouw appen. Ben je thuis? Let op, vrienden, gasten in de buurt. Jouw familie komt uit Nijmegen om jou te bezoeken. Dan lezen ze op een bord van de politie. Wees voorzichtig met inbrekers. Het is niet prettig. Want als ik naar hun niet toe moet gaan en ik lees dat, dan ga ik denken van, moet ik die auto helemaal leegmaken? Want er zijn inbrekers actief. Terecht zou ik dat doen. Maar het is niet prettig om dat te doen. Daarom zeg ik, hart van de Kabur, wij mensen van de Kabur vooral, we moeten gaan opletten op bepaalde dingen. Eén punt zal ik maar noemen, ik kom het heel kort, de huur. Als we niet één vuist gaan maken, gaat de huur omhoog. Maken we één vuist, dan hebben we de huur op één level. En u, met een uitkering, maak je geen vuist. Kom je niet in die groep om een vuist te vormen.
dan staat de kans, bestaat de kans heel groot voor jou dat met de huur omhoog je straks moet verhuizen. Want het is dan te duur, je krijgt geen huursubsidie meer. Dan moet je weg uit de KW. En om dat te voorkomen, jij die alles hebt meegemaakt, de slechte tijden, na de goede tijden, dan heb je wel recht om te wonen in de Kabuur. En zoals ik het zeg, de Kabuur is een plek om te zijn. Heel Amsterdam, maar als je in de Kabuur bent, dan heb je verschillende nationaliteiten. En het is prettig om over straat, in de lift, op de galerij. Dag buurvrouw, goedemiddag buurman. Het is leuk. Daarom zeg ik, ik ben trots op jullie die hier aanwezig zijn. Jullie hebben ook een stukje van je hart laten zien. En ik zou zeggen, maak contact met mij indien je bepaalde dingen wil zeggen. Vooral in de media, dan kan dat ook via Radio Razo en natuurlijk High Radio. Komen jullie maar en ik zou zeggen, bedankt en natuurlijk de hele organisatie bedankt voor alles. Thank you.